Noteren 3 voor de heer Veldhuis. 3. Ook de scheidsrechters hadden de juiste afmetingen tijdens de nationale jeugdbiljartkampioenschappen die in Haarlem voor de derde maal in de Nederlandse biljartgeschiedenis werden verspeeld. Op 10 tafels ontmoeten elkaar de clubkampioenen van de diverse jeugdclubs die Nederland telt. Jongens, wier leeftijd varieert van 12 tot 18 jaar. En de kenners konden hier vaststellen dat de jongelui al een veelbelovende vaardigheid hebben bereikt. Aller aandacht richtte zich tenslotte op de partij van de 13-jarige Seppo Elen uit Sittard, die onder de bewonderende blikken van zijn aanhang tot een fraaie prestatie kwam. De talentvolle Seppo speelde onder de grote spanning een enkele bal wel eens wat minder zuiver, maar hij wist zich dan meesterlijk te verschuilen achter het krijt. Zijn tegenstander, de 17-jarige Gijs Veldhuis, komt ook uit een goede biljartschool. En als iemand dat doorhad, was het wel Seppo. Deze Veldhuis moest op grond van zijn hoger gemiddelde 123 carambols maken. In dezelfde beurtenreeks moest Seppo Elen er 63 op het laken leggen. En dat lukte hem. De Koninklijke Nederlandse Biljartbond heeft in Seppo Elen een wat verlegen, maar sterke kampioen. APPLAUS.